een kunststof vogeltje in een kooitje. En het vogeltje zit er al in en kan er ook niet uit. Er zit nergens een openingetje. Hoe is dit gemaakt? Dit is driedimensionaal geprint. Dus we kennen printen natuurlijk van inkt op papier. Maar ook dit komt uit een printer. En ik ga eens kijken hoe dat zit. Als je een kunststof object zoals dit wil laten maken op de ouderwetse manier, zou je daar een mal van moeten maken en vervolgens wordt dat gegoten in plastic. Maar ja, dat is eigenlijk pas interessant vanaf een heleboel exemplaren. Als je er maar eentje wil, dan is dat heel erg duur en bewerkelijk. Maar met driedimensionaal printen kan dat dus wel en kan jij dus je eigen unieke spaarvarkentje maken. Nou, de dingen die je hier ziet staan zijn allemaal decoratief, maar driedimensionaal print wordt ook bijvoorbeeld gebruikt voor gehoorapparaatjes of zelfs kronen kunnen geprint worden. We zijn hier vandaag bij Shapeways in Eindhoven. Dat is een van de vele bedrijven die zich in Nederland bezighouden met driedimensionaal printen. En op hun website kun je zelf driedimensionale dingen ontwerpen en laten maken. Laten we eens even kijken. Ik zie hier bijvoorbeeld de Lightpoem. Dat is een soort kandelaar met tekst erop. En die tekst kan je zelf aanpassen. Nou, laat ik maar Radio Nederland Wereldomroep. Ik doe dat vast goed bij romantische dineetjes. Order. En nu gaan de 3D-printers hier beneden aan de slag. En ik ga eens even kijken hoe dat eruit ziet. Dit is een 3D-printer. Het lijkt eigenlijk een soort van oven. Wat er nou in gebeurt is, er wordt steeds een laagje nylonpoeder neergelegd van 1/10 mm dik. En door middel van een laserstraal wordt op precies de goede plekken het plastic gesmolten. En zo ontstaat eigenlijk laagje voor laagje mijn kandelaartje. De 2500 laagjes van mijn kandelaar die zijn geprint en het resultaat is nu een bak met poeder. En daar zit het object in. Zou het gelukt zijn? Ik hoop het. Nou, laten we eens even gaan kijken. Ja, daar zie je hem al. En het nylonpoeder wat nu overblijft, dat wordt weer opnieuw gebruikt. Dus het is ook nog redelijk duurzaam. Eigen Radio Nederland Wereldomroep kandelaartje. Hoe romantisch is dit? Het leuke is, je kan niet alleen in dit witte kunststof printen zoals je hier ziet, maar ook bijvoorbeeld een kleurtje. Of we denken van andere materialen zoals metaal, glas, zandsteen, goud. En als je genoeg geld ervoor over hebt, kun je ook thuis 3D printen. Er zijn verschillende 3D printers op de markt. Wel nog een heel erg dure grap momenteel en minder geavanceerd dan wat je hier ziet, maar het kan wel. Nou, ik vind het hartstikke leuk en ik ga niet zeggen wie het is en ik hoop niet dat hij kijkt, maar er is binnenkort iemand jarig en ik denk dat ik wel weet wat voor soort cadeautje ik voor hem of haar ga bestellen.